Gezondheidsminister Amara Madin zegt dat zijn departement bezig is om zaken bij het Marwina en Atjoni ziekenhuis in orde te maken voor betere functionaliteit. De bewindsman sprak journalisten eerder voor aanvang van de ministerraadsvergadering. Volgens Ramadin zijn er middelen beschikbaar en zijn de plannen voor de betere inrichting van de ziekeninstellingen nu gaande. Nou, zoals afgesproken bij Marwina ziekenhuis, u weet AFD lening, we zijn met AFD, de financierder van dit project, op goede communicatie en goede communicatie. We hebben, als het goed is, in november nog start een consultant die is aangetrokken door de financierder om het operationaliseringsplan uit te voeren. Dat is een 28 maanden durend plan. Dat is vervat in een rapport in 5 fasen, dus die dan opgestart zal worden. De middelen zijn beschikbaar. Nu gaat het erom dat wij de taken aan de consultant hebben overgelaten om de deliverables te beginnen te produceren. En dat zijn dus in de eerste fase het opzetten van een EHBO met goede transportmogelijkheden, het ontwikkelen van polyklinische zorg, het ontwikkelen van de apotheek, radiologie en labafdelingen. De minister geeft verder aan dat de uitvoering van de plannen wat tijd in beslag zullen nemen. Hij benadrukt dat het opzetten en uitvoeren van plannen voor ziekeninstellingen duurzaam moeten zijn en daarom geen haastige spoed behoeven.